I'm back here, Twitch followers and Poke fans and Pokemon fans. Ben ik weer een versus gaan spelen? Sorry voor het wachten. Het was even een kleine pauze. Dus laten we beginnen wie ons steeds aan de houden. Even iets doen. Ah ja, voor de kijkers die nog kijken, voor de followers dat nog looking channel, do you like the intro? Wat vond je van de intro van de eerst? Dus nou, laten we beginnen spelen voordat de kijkers weggaan van mij. Ja, ik ben weer terug. Ik ben in het voor- en nadeel, dus het kan beide kanten uitdraaien in dit potje. Ik heb gewonnen met muntje, dus dat is eigenlijk goed. Dan mag jij eerst beginnen. En ja, dat begint al goed bij mij. Misschien gaat dit wel mijn winst worden. We zullen zien. Niet de vroege jeugd natuurlijk. Want hoe vroege jeugd, hoe rap je verliest. Kies voor die twee. Ik ben al klaar. Nu is zij aan de beurt. En wauw. Versterkt een Oregon. Dan heb ik een Time Ball. Ik weet niet wat dat doet. Maar wat is dat precies pech?
Nu is mijn beurt. Ik gebruik deze supporter. Of nee, mijn item cap. Puur voor wat energietjes te nemen. Ja, puur voor wat energie. Laten we dit doen. Kijk, 2 energiekap. Dus dat is een redelijk goed begin. Ik heb er eentje op hem en ik kan direct aanvullen met Vine Whip. Dus laat ik... Maar dan pees ik dat ik mijn Kangaskhan ga gebruiken. Ik ga gewoon hem verlagen en dan... Oei, okay, ik weet niet wat XP share doet. Wauw, dat was eigenlijk een slimme strategie. Maar dat laat mij ook vertellen dat hij geen energiekaartjes daar heeft, dus kan ik maar beter sluwen spelen. En ik zal dat doen. Hij zal dit niet overleven hoor. Ik wil wel aanval, maar als ik dat doe, moet ik mijn energiekaart opzetten. Oké, nu verlies ik. En nu ga ik voor mijn 2 MVP's, eigenlijk mijn 2 beste Pokémon te doen. Articuno en Kangaskhan. Die 2 mogen direct naar voren komen. Ik heb maar 1 energy kwaad. Ik weet dus dat moet ik eigenlijk niet echt. Voorlopig ga ik dit doen. Ik gebruik ook dit hier. En ik gebruik de speciale gave van mijn Articuno. Ja, ja. Dankzij zijn speciale aanval Find Ice kan ik krijgen 3 energiekaartjes. Dus ja, dat was een slimme tactiek. Zeker als hij een grote aanval van Freezy Wind kan gebruiken. Eén nadeel is. Hoe komt dat die psychic zo sterk is? Wauw, dit is eigenlijk niet zo goed tegen Braver. En helaas spinnen kan dat ik niet. Ik kan geen. Oh my god. Oké, ik maak blijkbaar echt mistake after mistake. Toch gebruik ik nog eens de Find Eyes. Nou, dat is echt een mistake. Nu, blijkbaar is die kaart toch nog zo slecht of niet? Had ik dacht dat hij ging zijn. Bye bye Articuno, dat was misschien niet zo echt passen wat ik doe. Ik ga met je kaart inzetten, omdat ik weet dat dan waard is. Misschien is waard gewoon. Nou. Gras en chicaartjes spelen. Op zich ben ik sterk goed opgelast. Maar ik moet tijd trekken. Maar ik moet echt aanvallen. Ik val even splash aan. Dat is op zich niet sterk. Dat was dankzij. Nou, ik moest hem wel aanvallen. Puur tijd trekken.
allemaal opofferingen. Apex, ben je nog? Lies? Ja, ja. Ik dacht dat ik goed ging beginnen met blik. Oh nee. Get owned. Wat de. Ah, waarom geen double energy card? Oh, no. En mega punch gaat hem ook niet uitschakelen. Ongelooflijk dat. Ik is gewoon echt al mijn Pokémon's aan het uitschakelen. Letterlijk. Oh, oh my god. Oh my. The game loved me well. Oh. I'm so lucky guy now. Oh my god. Het zien waar ik het terug heb. Oh, dat gaat hem zo pijn doen. Mega. Oh, yes, yes, yes. En ik heb gewonnen. Oh my god, dat was een leuk. Ik heb gewonnen met geluk. Oh boy, man. Ik heb het gezien. Yeah. Ik had gewonnen met geluk. Maar dat is het. Like bij Fortnite zoals ze zijn, een epic victory. En ik pak het niet. En we niet verder. Dan ben ik toch niet zeker wat ik gekregen heb bij de kist. Zo. Ik heb iets gekregen in de kist. Ah, dat is juist dag 2. Maar wat doet dat kist eigenlijk? Ik heb een kist gehad. Misschien bij mijn collega. Nee. Zo, ik heb. Ik had dat weer dat ik een kist heb. Zo, ik had een kist gekregen. Je hebt het zelf ook gezien. Ik kwam niet op vrienden. Even kijken. Ik ken hem nog niet eens. Maar je hebt al veel mensen in mijn lobby gezien. Dat was echt gewonnen met geluk. Wie het gezien heeft, echt waar, dat was een lucky victory. Maar wat, dat ga ik ook bewerken voor mijn YouTube kanaal. Als ik gedaan heb met dat. Dat was een lucky victory. In het begin al, hè. Dat was mijn eerste spot dat ik terug speel. Zie man. Zo'n lucky victory. Ik geloof mijn ogen nog niet. Oké. Okay. Maar toch is, dit was een gelukkie. Anders ging ik verliezen. Het was true or die voor me. Oké. Graspokémon zijn het voordeel. En hij mag gooien, dus. Ik niet. Dus ik moet geluk hebben. Ik heb verloren, dus. Nou, ja, dan waarschijnlijk gaat hij het tweede. Ik zou wel wat gekocht hebben, maar hij houdt van water, dus ik ben echt benieuwd of ik die T-hammer aan kan. Ik heb wel weer mijn MVP, die daar juist gewonnen heeft, Kangaskhan. Ik heb natuurlijk ook een Tropius. Op zich heb ik nu niet echt een slecht handje, maar voorlopig kies ik zie hier maar één gras energie, dus
kan ik misschien best tropes hier zetten. Ja. Puur omdat ik een gras en energie pak. En ook omdat ik dan het voordeel blijf. Ik gebruik 3 Pokémon. Dit kan misschien een leuk potje worden, gasten. Ik hoop dat u gaan blijven kijken en genieten van een lang potje, hoop ik. Oei oei, ben je niet goed. Hij heeft een heel goede palkia. Oh my god. Wauw. Nice card. Kan ik dat niet zien? Dus... Voilà, mooi deck. Nee. Kan wel zo doen. Mooie card. Oh my god. I'm a little bit jealous now. Ik kan op zich 2 daar binnen, maar misschien is het leuk dat mijn 2 toch ga kennen ze hier binnen. Dat is echt merk dat die hier gelukkig. Sowieso zijn er 2 slappe kaartjes binnen, maar 1 keer te. Oh, gebruikt dit. Ja, hij heeft zeker wat gekocht. Ja, het ook van de stijl van mij ziek, want ik hou ook van water en geluidssoorten. Wauw. Ik kreeg plotseling dit kaartje. Ja, mensen... Zo houden van mij. Ik kan kiezen val op mijn Kangaskhan of val op Tropius. Maar ik ga Tropius zetten. Omdat ik graag wil aanvallen. Ik gebruik stomp. En hoop dat ik ook kopgroei neem. Nou, dat wist ik. Hij is zwak van grassoorten. Daardoor heb ik graspokon eerst gekozen. gekozen, dat is iets anders. Ik bedoel gekozen. Correctie. Nou, dat deed heel veel schade. Vond ik het zo jammer dat ik niet 70 schade deed. Dan ging het keiveel schade dan. En dan was het 140 schade. En nu kan hij aanvallen. Nee, hij gebruikt eerst een sportkaart. Dat was slim gespeeld, maar... Sowieso gaat hij eraan. Oh, dat was ook weer slim gespeeld. Nu gaat hij... Ik wist het, dit is de Gyarados die ik ook zo graag... Deze Gyarados heb ik ook, kijkers. En geloof me, als die alle energies heeft, is hij heel gevaarlijk. Letterlijk gevaarlijk. 100% gevaarlijk. Kijk wat er weer onder is. Ik ga nu al bijna de sterkste aanval doen. En geloof me, dit is een heel sterke aanval. Kijk, maar ik heb hem ook, zoals je ziet. Heel sterke Pokémon. Sowieso moeten mijn tropjes klaar zijn. En kijk, dit wordt een schoon aanval. Solarbeam. Of bit. Oké. Welke prijskaart moet ik kiezen, kijk eens. Natuurlijk, ene kan praten. En dat is Ries. Ries die kan alleen praten welke kaart ik moet nemen. Hoeveel kaarten? Rechts midden. Midden rechts. Midden rechts zitten. Oké. Ik ga voor. Ik mag nog een kaartje nemen, blijkbaar. Welke kaartje moet ik ook nog nemen? Is het weer dezelfde 6? Ja, het is dezelfde 6. Linksonder. 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 Oké, daar komt hij. Brengt hij geluk? Ja, ja. Vooral de Magic Up toch, voor mijn Gyarados. Bedankt, Ries. Hey, no problem. Een beetje aperingen, zie ik. Een beetje hacker van het speel precies. Hacker. Of, nee, mijn tegenstander is nog aan het denken welke Pokémon hij gaat kiezen. Volgens mij gaat hij gewoon die Spinda opofferen. Kijk eens, waarom? Omdat, Gyarados is keisterk, geloof me. De Berserker Plus doet al 80 damage op mijn tropjes. Zoals, dit is wat ik gezegd heb, ik wist dat gewoon. Ik had zo'n voorgevoel en ik heb direct juist. Hij gebruikt toch niet op Gyarados. Nochtans blijft het een slimme poging. Zie ik mijn. Ja,
En dit is zeker slim. Misschien ga ik toch verliezen, ook al weet ik. Ik hou niet van verwarring. I don't like confused guys. Oké, nu moet ik echt geluk hebben. Ik moet hem aanvallen. Nee. Geen schade. En daar ben ik een beetje boos op. Beetje droevig op. Dus ja, dat is... oké. Goodbye, Stilpjes. Oh my god. En ik dacht, ik ga winnen. Nee. Ik moet iemand als schild gebruiken. Kengiscan heeft KVAP. Maar dan nog, ik ga voor Steel. Ik weet niet, ik wil helpers en Kengiscan nog geen damage zien. En dit is what you've been waiting for. Gyarados komt tevoorschijn. Een van de sterkste kaartjes. En nu ga ik me toch energies focussen op Gyarados. Dus het wordt misschien een duel tussen Gyarados versus Gyarados. Misschien hangt er vanaf wat hij gaat doen. Voorlopig ben ik wel aan het winnen via prijskaartjes, maar dan nog. Ik had het geluk even niet meer, want moest Zonnestraal deze uitzetten, was ik ietsje blijer natuurlijk. Maar dit is ook sluw gespeeld. Nu kan een van die Pokémon's evolueren. Ofwel wordt het Shellder ofwel wordt het Spinda. Ah nee, Spinda kan niet. Nee, dat was eigenlijk een... Wauw. Ik ga het toch moeilijk hebben nu. Ik moet echt een... Maakt niet uit welke energiecard. Liefst water ook, maar toch moet een energiecard krijgen. Kijkers, fans, pokefans. Dit draait ook soms om. Wauw. Ik wist dat ik zou wachten. En ja, ik krijg geluk. Maar ik kan hem helaas niet retreaten. Dus ik moet hem wel opofferen. Helaas, pindakaas. Dus nu ga ik nog altijd overeind blijven. Yes, het is like of... The game loved me, Aprix. Mm-hmm. Game love me. Hell yeah. Nu houdt de game me echt wel van me. Dit wordt echt een zwaar duel. Kijk eens. Oké, ik moet wel ziel opofferen, maar dankzij Silent heb ik weer energy cards om Heracross te sterk maken. Of maakt niet uit wie ik kan sterk maken. Ik ben sterk voor Heracross gegaan. Hij is een gras begon, gras is sterk. Zeker tegen Cloyster, maar niet tegen Kerdos, maar dan nog. Nou, ik moest hem wel opofferen, gasten. Het was true or die. En nu kies ik wel voor de Kuppinkus, ik moet wel blijven. Puur voor energietjes uit. Snivy als schild. En ik kan nog niet aan. Misschien gaat hij zeggen waarom kies je nu niet Kerdos, maar ik wil niet dat Kerdos direct wordt aanvalt door Kerdos zelf. Ik wil eerst die uit de weg ruimen. Dat is mijn strategie. Ik wil Kerdos uitschakelen door gewoon mijn eigen kerel. Dus dit is eigenlijk mijn strategie. En oh nee, niet die Eevee. Dit is een heel slimme kus. Waarschijnlijk gaat het Vaporeon worden. De ability is
Energy Evolution, dus wauw. Dit is ook een nice ability. Yeah. Maar ik heb ook een ability, kut. Maar dan moet ik wel geluk hebben met muntje. En dat is soms ook 50-50 altijd. Hè. En zoals ik al zei, hij gebruikt nu zijn ability. En ik wist dat... Ah, het is niet Vapoeon, sorry. Het is eigenlijk Glacium. Wauw, wat een nice fucking card is dat. Wauw. Ik ben echt jaloers. Misschien wil ik die Glacium ook wel. Wauw. Ik leer steeds meer en meer bij. En zo gebruikt de Tete Dance. Ik ben een beetje annoying te zijn. Een beetje vervelend. Oké, nu moet ik echt geluk hebben. Ik moet aanvallen. En ik heb hier effect. Waarom heb ik dat effect met... mijn emote. Blijf maar pech hebben. Maar ik wil echt die Keralus zitten weggeruimd hebben. Maar dan komt er een sterke Glacium ook nog eens bovenop. Dus, jezus, ik moet twee sterke Pokémon's verslaan. Maar letterlijk twee sterke. Oh nee. Waarom? Waarom deze? Waarom zou ik deze niet? Vet was slim gespeeld toch? Oh nee. Nee. Doe niet. Oh my god, nee. Niet Aqua Tail. Oh my god. Oh. Apex. Oh my god. Oh, dat gaat zo. Wauw. Ja, sorry, maar ik moet mijn Keralus. Dit is waar je allemaal hebben gewacht. Keralus versus Keralus. Dit moet hem worden. Ik moet die Keralus uitschouwen door mijn Keralus. Met deze Aqua Tail. Kom aan, geef me geluk. Yes. Yes, zeker yes. Hij is dood. Maar Nagelus, ik ben wel vergiftigd, mensen. Maar ik versla wel een sterke Keralus. Wauw. Maar ik ben helaas wel vergiftigd. Waarom? Nu ga ik wenen omdat ik vergiftigd ben. Ik ben vergiftigd. Maar dit wordt echt winst op prijskaartjes. Je ziet ook. Keralus, ik hoop dat je nog twee uitschakelt. Please. Mijn favoriete Pokémonje, please. Doe het voor mij. Ik weet niet wat dat doet. Het ging te snel. Ah, het schade verhoogd. Ah, daar ben ik nog eens verward. Dus ik moet echt nu letterlijk geluk hebben. Oh my god. Please. Ik ben ook het schat, maar hij ook. Maar dit, ja, dit was echt spannend kijken, echt waar. Dit was letterlijk een spannend maar gelukkig mag ik ook een place gaat trekken. Het was echt een dubbel. Zou ze dat noemen? Wauw. Oké, dus wauw. Sowieso ga je jouw klooster eraan als je niks doet.
weet niet wat hij nu gaat doen. Als hij opgeeft, ben ik nog blijer natuurlijk, maar dit wordt echt true or die. En zeker met deze Pokémon hier. Oh, ik heb meer schrik voor die Pokémon. Wat doet die? Pokémon 2 cards in play, Butterfree. Nou, hij gebruikt de Stunning Grip, maar... Oh, kijk eens, dit wordt echt spannend. Letterlijk spannend. Wauw, dit wordt echt de spannendste potje die je ooit hebt gezien. Sowieso ga ik weer winnen met de Pitch Attack. Dus Heracross, dank u maatje, maar wauw, dit wordt een spannend battle. Dit wordt het spannendste effect ooit. Dit wordt de coolste fight ooit. Wauw, dit wordt echt spannend. Wauw, dit. Two basic cards, waarom? En hij heeft nog altijd de GX. Daar komt hij. Hij doet ook pijn. En ik overleef het. Dankzij zijn ability. Guts noem het. Voor de kijkers die dan nog niet weten wat dat was. Wauw. Ja, dit is echt letterlijk het spannendste potje ooit. First Blood geeft 90. Ik weet dat het sluw is om die niet te healen. Oké, ik ga voor de Pitch Attack. Puur voor schade. Ik kon misschien de Poison gebruiken, maar hij heeft nog altijd Guts. Dus als Pokémon altijd knockout, moet ik geluk hebben met Guts. Daardoor heb ik deze Pokémon. En ah ja, ik was ook vergeten, als ik dat heb, is die weg. Yes, ik kan dit nog winnen, gast. Echt waar. Dit wordt echt het spannendste potje. Misschien had ik toch best geheeld. Dit is eigenlijk niet zo slim van mij. Ik had moeten healen, dat was een fout van mij. Wauw, mega Blastoise. Ik ben jaloers op die gozer. Die heeft een mega Blastoise. En ik ben dom geweest. Ik had dit wel moeten gebruiken. Kijk eens. Ik had Poison wel op. Ik was vergeten dat die Pitch Pokémon laat switchen. Dat was dom. Maar ja, dan nog. Hij ging nog overleven door. Ja, dit was echt een stupid play. Dat is het dan niet. Maar hij wist het toch van Pokémon. Dus het feit zo stupid was het niet. En zeker niet. Totaal niet. En die Heracross is down. Nou, kijk eens, dit wordt. Dit wordt echt een spannend potje. Ik moet mijn Lapras wel inzetten. Oké, the moment of truth. It's true or die. Kijk, I love this game. Really, I really love it. Het is alles op niks. Lapras moet dit bepalen. Het is alles voor Lapras nu. En voor mijn supporter Apex ga ik proberen dit potje voor hem te winnen. Dit wordt echt true or die. Maar dan letterlijk true or die. Hij zegt dat ik Poison moet gebruiken. Ah ja, ik moet hem wel breken. Ik weet al waarom, anders ben ik er ook aan. Maar ik ben nog altijd niet klaar. Ik heb nog een speciale ability. Zorg ervoor dat ik een kaartje kan trekken die... Ja, ik ga voor de Mystical Band. Oké, fans. Oké, dan moet ik het Dit wordt echt het spannendste potje. Apex, ben je ook aan het kijken? Apex? Lees je nou? Ja.
Ben je ook aan het kijken? Dit wordt echt een spannend potje. De Pokémon die eerst niet gaat, die is verloren. Dit is true or die. Maar dan letterlijk. Dit is echt... Oeh, ik vind het spannend. Spannend voor woorden, hè. Ik durf niet te kijken. Maar ik wil wel kijken. I do this. Want het is echt true or die. Wat is het? 90, 120. Dan is hij nog niet dood, helaas. Dus ik moet die hier, maar sowieso moet ik het op iemand gebruiken. Had ik snijven, maar niet in de detail. Het probleem is, ik heb al mijn healing. Oh nee, wat doe ik? Ja, maar ja, sowieso was ik verloren eigenlijk. Ik kon aanvallen, hè. Ja, oké. Ik heb verloren, maar dat was een van de spannende dat ik heb gehad. En ik kreeg bijna 75 pokefish. Daarvoor gaan we het. En dan weet ik dat ik een deck ga kopen. Voor meer Pokémon's. Dus. En ik dat dan mijn stream ook gaat eindigen. Dat was wel een leuk potje. De voorlaatste die ik speel. Ik moet hier Scott en ik mag gooien. Apex, munt of kop? Munt. En het is ook zo, ongelooflijk. Mijn supporter Apex brengt echt veel geluk. Misschien moet hij dit speel in mijn put. Brengt echt geluk met zijn dobbeldingske. Over geluk gesproken, mijn twee MVP's zijn er weer. Zeker die Articuno, hij is kei sterk. Mensen geloven. Ik moet een Pokémon nu kiezen, maar ik weet niet welke. Op zich hou ik ook van Lapras, dus ik ga voor Lapras. Just op tijd, Fiu. Beetje de emote van Fiu te doen, maar dat is er helaas niet. En natuurlijk kies ik voor mijn twee sterke Pokémon. Oké, Magic Up misschien niet sterk, maar zijn evaluatie was is kei dangerous. Zeker als stop je op. En het leukste is, het is water tegen water, dus dit wordt echt water battle. Een aqua battle. Wauw, hij heeft net dezelfde Articuno, maar dan niet blinkend. Wauw. Deze hoze heeft dezelfde tactiek, lijkt mij. Het is altijd leuk, iemand die hetzelfde doet. Dan wordt het nog spannender. En ik weet wat hij gaat doen. Hij gaat de Find Eye spelen. Ah nee, dat is juist zijn bij hem mode nog niet aanvallen. Dus langs één kant heb ik voordeel mee nu. Ik wist niet dat hij Ultabal ging doen. Ik ben een beetje... Gelukkig heb ik wel de Double Chorus energie. Sterk is nu nog niet. Ik weet al wat ik ga gebruiken bij Errant Running. Dat is heel slim gespeeld, wauw. Die zou ik niet echt aankomen. Maar het is mijn... Oh, kijk de double. Ik weet dat ik Silent is gaan spelen. Ik zie dat ik meer waterpokémon heb, dus ik weet dat Lois is dat ik deze drie gebruik. Klinkt ook Lois. Ik ga voor daar.
En ik ga voor de epic splashen. Je moet ook geluk hebben. Ja, ik moest wel iets doen met deze Pokémon. En dat is ook heel slim wat hij speelt. Hij weet, hij heeft er maar 2 en als hij dit gebruikt, kan hij 5 terugkrijgen. Dus dat is... Deze kat heb ik ook, maar ik weet hem beter. Lucia, of zoiets noemt hij. Support de kat, echt een goede kat. Wow, hij heeft echt naar mij gekeken bij die Scott, want hij werkt echt dezelfde tactieken, lijkt me. En dat is ook een om 3 wat kan. Maar daardoor heb ik een Articuno kat. Dat is gewoon nice om te gebruiken. Ik gebruik Sparrow nu. Ik gebruik 1 water en een Scott hier. En ik ga voor de Epic Splash. Maar wordt het ook epic? Nee, toch niet epic. Daar heb ik precies wel wat pech op. Een muntje gooi. En ik moet die heel sterke Articuno stelen, wauw. Het is gek of hij weet dat deze Articuno belangrijk is dan dat. Persoonlijk vind ik deze Articuno veel belangrijker. Van wie je... De sterke Freezing Wind ten eerste. Die Find Ice is zo nice to use. Ja, ik heb hier een waterkaart. Voorlopig moet ik echt mijn Lapras upgraden. Lappy, dat hangt van jou af. Oké, Epic Splash. Give me an Epic Splash. Nee, niet voor vandaag, zegt Magikarp. Ik hoop dat ik nu een Gyarados teken kom, dan zal die wel echt zeggen, joh, dat hij kan op zich ook retreaten, ik weet dat hij nu gaat retreaten. Verder is dat wel heel sluw gespeeld. Misschien kan het... Ja, zoals ik zei, ik wist het. Wow, dit Articuno is echt wel nice. Waarom heb ik die niet in mijn team gezet? Wanneer deze Pokémon de Pokémon van een team dan uitschakelt, pak de ene. Een extra prijs. Wow. Oké, nu ben ik super jaloers op die Pokémon. Kaart. Ik weet dat ik mijn deck een beetje mag aanpassen. Ik weet dat ik mijn deck nog eens mag afstoffen, zoals ze dat noemen. Maar niet te vergeten, ik ga voor de Epic Water Splash attack. Dat geeft 30 schade. En dan nog de 3 Edge. Ik kan me in 1 aanval uitschakelen. En hij speelt 2 is toe, hij speelt ander. Dan zeg ik dat het slim is, ja. Nu komt mijn Sparrow tevoorschijn. En nu verlies ik mijn Sparrow. En mag hij weer 2 prijs gaan. Goed nieuws voor hem. Nou, dit is echt wel goed gespeeld, hè. Ik heb wel last mee. Ik heb er wel iets uit geleerd, moest ik nu verliezen. Ik weet nu een nieuwe combinatie en daar heb ik dankzij hem te danken eigenlijk. Dankzij mijn tegenstanders heb ik dit echt te danken. Ik gebruik de Double Energy Card op mijn... Het is nu niet echt nodig om de Fishman uit te hangen. Gelukkig is Lapras niet... Dus sowieso ga je een Pokémon verliezen natuurlijk. Bam. En... Ah ja, Lies, ben je nog? Lies er nou? Tuurlijk ben ik er nog. Welke kaart mag ik nemen?
van Pliskert. Ja, ik laat altijd mijn supporter kiezen. Waaruit kan ik kiezen? Ik kan het. Van mijn prijskaartje. Eerst. Oké, hup. Ik heb erop tik. Later, de favoriete kaart die jullie ook hebben. De Muscle Band. Dude, dit is zo amazing. Ik weet, ik ben een grapjes. Wauw, hij heeft de Curlia. Dus dat doet me denken aan Gallade, hoop ik. Kan missen. Kan ook Gardevoir. Maar ik snap echt niet. Wauw, hij heeft nog een muskelband. Ik moet winnen tegen twee muskelbands. Ik heb maar één waterenergie, het is te zon om dit te doen. Ik kan tijd trekken met een event running of ik kan aanvallen. Ik weet dat ik toch maar voor de water splash ga. Daardoor heb ik leppers ook eigenlijk graag. Lappie. Laptops. Wauw, hij heeft dan ook de blinkdart. Ja, ik hou ook van die blinkdart kunnen. Maar ik heb wel iets geleerd van jou. Tegenstander. Ik word. Ik ga mijn deck weer afstoffelen. Oké. Okay. The moment of truth. Oké, zijn jullie klaar? Pokéfans. Ik gebruik mijn Switch card. En gooit het switch wat we te zeggen wisselen. Dus Articuno. Een van mijn favorieten. En nu gaat hij wat meemaken. Geloof me. Zeker met deze combinatie. Oh. Kan ik die niet? Waarom mag ik die niet spelen? Waarschijnlijk omdat ik al een item heb gespeeld. Oké, dat was misschien een beetje dom. Oké. Maar dan nog. Hier komt mijn grote kracht. En ik mag weer een prijskaartje kiezen. Lies, welke prijskaart mag ik kiezen? De tweede. Deze, bedoel je? Ja. Oké, ik tik erop. Lies, I love you, Ben. Ik hou van je support. Ik hou van de support. Kijk, dit is ook een supporterkaart, dus I love your support. Wauw, het is leuk of ik altijd naar Lies moet luisteren, mensen. Ook al hij speelt dat niet, toch kan ik beter luisteren, want hij vindt mij heel veel. Oké, Seal is mijn schild, letterlijk dan. Maar nu gaan we het krijgen, die Articuno, maar sowieso gaat die Articuno eerst dood. Waarom? Omdat ik deze kaart gebruik. Nu, ik kon het al een tijdje raden, de Muscle Band. En waarom? Kijk, nu... Ja, ik ga dit keer geen energietjes doen. Nee, ik ga geen energie gebruiken dit keer. Boom, hopla. Ik mag weer een prijskaartje kiezen, welke wordt het er niet? Aprix? Ja. Welke kaartje mag ik nemen? Wat is je? Welke prijskaart mag ik nemen? Hij brengt toch al geluk, dus. Eerste. Ga ik zeggen? Maar ja, het blijft altijd leuk. Ik kan dit winnen, kijk eens. Als ik blijf slim spelen. Oh nee, hij gebruikt de Cybol. Put me on sleep. Oh nee, ik ben verlamd. Wat? Oh, dat is goed nieuws voor mijn tegenstander. Ja. Dat is waar. Ik kan eigenlijk niet veel aanvangen. Zeker niet mijn grasenergie, omdat deze een waterenergie heeft. En het is zonde om maar één waterenergie te gebruiken via mijn Fisherman, die je vier kan uithalen. Dus
persoonlijk blijft dit een gratis buurtje voor het eerst van elk. Dat is eigenlijk wel slim van hem. Hij trekt zo'n beetje tijd. En tijd is voor hem nu het voordeel al. Zeker als ik aan het winnen ben. En daar komt hij, de krachtigste kaart van hem. De sterke Glade. Ik weet niet of hij het nu gaat inzetten, ik weet het wel. En hij kan altijd die Pokémon, dus ik weet dat ik al weet wat hij gaat doen. Hij gaat deze proberen. Hij gaat een retreat kosten. En dan krijg ik keiveel schade door de Swift Launch. Dat vind ik raar. Hij zet een energy cut, maar hij valt, hij gaat niet. Ja, ik dacht het al. En nu gaan we het krijgen. Dit gaat pijn doen, maar dan letterlijk ook. Oh nee. Dit gaat letterlijk pijn doen. Voor mijn Pokémon, hè. Niet voor mij. Mijn probleem is, nu moet ik een Pokémon wisselen. Ah, zo annoying. Wauw, ik kreeg wel Kangaskhan. Wat zal ik doen? Wat zullen we doen met de drumpers? Slimme tactiek. Ik moet sowieso mijn Pokémon healen. En ik gebruik deze Polaris energie voor mijn Kangaskhan. Ik kan retreaten en dan met dat, maar dan nog, dan is die Pokémon nog niet uitgeschakeld. Dus voorlopig hou ik het op Lapras met Water Splash. I have no choice, I need to do this. Die Ralts is zwak, maar deze is sterk. Deze moet. Maar dan letterlijk ook meer. En dit is ook slim speelt. Dit is kort en krijgt 70. Hij hoopt op een Curly of zo. Of nog een basis Pokémon als Schild of weet ik veel wat. Of een Healing, dat kan ook. Lijken in Fortnite, bandages, hè? Of een medkit. Maar hij heeft wel minder kaart dan mij, dus ik kan ook winnen als zijn deck leeg is, maar dan nog, ik ga voor de prijskaarten winst, spijt ik. Ik heb er nog 3 nodig, ik moet zeker 2 Pokémon's uitschakelen. Wauw, dat doet letterlijk, maar letterlijk pijn. Ik snap eigenlijk niet waarom dat hij dat doet. Want ik kan mijn allersterkste Pokémon in de plus. Dus. Langs die kant mag ik hem wel bedanken voor dit. Ik gebruik een gras en maar sowieso zijn nu mijn 2 sterke Pokémon keilaag. En dat is niet leuk. Maar het goede nieuws is. Freezing Wind. Ja, ik ga voor de Freezing Wind. Welke prijskaart mag ik nemen, Apelix? Lazy boy. Ja. Welke prijskaart mag ik nemen? De middelste. Deze bedoelde? Links. Maar links midden is toch weg? Hm? Hoe bedoelde? Doe maar links. Ah, je bedoelt linksonder, dat bedoel ik. Ja. Oké. Het is wel een goeie. I like it. Ik ga winnen. En waarom? Als Ralts niet, ben ik sowieso de winnaar. Maar niet met dat natuurlijk. Oh my god, nee. Cool, ja.
Bye. Nou, ik weet dat ik al kan raden welke Pokémon er gaat komen. Gallade komt weer tevoorschijn. Maar ik moet weer, ik heb wel iets van die test, dan leert ook al ik ga misschien maken. Maar ik heb er wel iets geprobeerd voor mijn water Pokémon te versterken. Ja, Lapras is toch de MVP. Ik dacht dat mijn Articuno het ging doen. Maar Lapras is de beste Pokémon op het plein. Allee, van mijn team. Oh, maar ik heb veel schade toegebracht. 700 schade, man. Wauw. Nou, dat was wel een leuk potje. En eigenlijk een leuk eindpotje nu, want ik weet dat ik niet... Wauw, als ik zo blijf toegaan, krijg ik dit hier. Een Guadavoir X-Squad. Maar dan moet ik nog heel veel Lightning Bolts hebben. Of windstreaks. Ik heb al één windstreak. Komt wel een leuk potje. Ah ja. Er is blijkbaar niemand meer op de chat. Maar toch moest iemand dat toch nog eens kijken via mijn video's. Hè. Vergeet me niet te volgen op Twitch. Vergeet ook niet te kijken op mijn YouTube kanaal. Als je mijn YouTube kanaalnaam wil weten, ga naar mijn panelen. Dat is alle informatie op. En ja, bedankt voor het kijken. Nu on English, that I'm gonna say. Don't forget to follow me on Twitch. Watch me on YouTube too, my YouTube channel name. You can see it on the panels below, on the panels for more info. And thanks for watching. Ik ben echt wel, Lies, ik ben echt heel tevreden. ik wil niet zeuterig doen, kijkers, maar ik ben een beetje moeten worden.